Ja? Film je al? Ja, even open haat, oude sukkel. Hallo, oh, oké. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag zondag en dat betekent een vrij chill dagje. Ik heb nog de make-up van gisteren erop zitten, want dat doe ik natuurlijk nooit af. Goed bezig, Christy. En ik ga eigenlijk eventjes de vlog editen en uploaden. Ik heb vandaag dit shirtje weer aan. Ik heb hem een beetje heet gewassen volgens mij, want hij is een beetje korter geworden. Dat is niet zo chill. En even goed staan. Een zwarte flare pants. Joepie. En dan heb ik nog die wedgies in deze kleur. Om te matchen met mijn shirtje en mijn schoentjes. Toppie. En dan ga ik dadelijk heel eventjes, ik wou eens echt iets aan mijn haar doen, maar dat valt op zich wel mee. Eventjes make-up opdoen. We gingen naar de winkel en we dachten ineens, oh die boerenkool, daar is het weer voor. Ik zit eigenlijk maar gewoon te kut. Ik wist dat je al reacties had. Ik duik croissantje. Hey. Ja. En ik heb de vlog alweer geüpload. Hij is bijna helemaal klaar. En dan zie je jullie gezellig mijn blije kop. Jippie. Ik moet echt vaker iets van lipgloss opdoen. Ik heb echt hele droge lippen. Vandaag is het trouwens alleen maar mascara. Ik deed zo'n cancel, weet je wel. En we zijn weer onderweg, want we gaan naar de Turk. Want we gaan bij de Turk sperps halen. En die gaan wij lekker maken vandaag. Yay. Nou, de Turk is dicht. Verdomme. Dus nou moeten we gewoon bij de Albert Heijn de sperps houden. En we zijn nou in Hezen, want we hebben niet genoeg sperps. Dus we gaan nou even kijken of deze Albert Heijn wel meer sperps heeft. Yay! Bij de Albert Heijn is altijd wel lekker voor sperps. Goeie. Oké. Hey. Gerald is vooral bezig met sperps vandaag en ik ga, of ik moet, nee grapje, ik ga bezig zijn met de aardappeltjes. Zoals je ziet, als je goed kijkt, heb ik met een vork al kleine stukjes erin geprikt. Dan ga ik er nu olijfolie overheen doen en zout. En een beetje goed zorgen dat het op elke plaats zit. En dan gaan ze voor een uur lang in de oven met 180 graden. Ondertussen ben ik even aan het kijken bij Gerald. En het ziet er echt verdorie lekker uit, moet ik zeggen. Nu al. En het ruikt ook super lekker. Maar ja, daar kunnen jullie natuurlijk niks van merken. Nou, de aardappels zitten erin. Kieks shine. En de sperrips ook, in 40, die doen we volgens mij 2,5 uur op 160 graden. En deze had ik volgens mij al gezegd, een uur op 180. En ondertussen ben ik even bezig met broccoli, want de bovenkantjes gaan we alleen gebruiken hiervoor. Dat is voor in de aardappel dadelijk. En de overgebleven spul, dat laat ik apart, want daar maken we nog een keer soep van. Ik denk dat ik het nog eventjes in de blender ga doen, want dan heb ik iets fijnere stukjes en dat is iets makkelijker met dadelijk alles bij elkaar husselen. Kijk, dat is een stuk makkelijker. Ik vind broccoli trouwens echt stinken als je dit zo helemaal fijn gaat maken. Maar het is perfecto. Nou, ik heb er ongeveer 3 plakjes cheddarkaas in gedaan en 1 zo'n kruideroomkaaspotje. En goed elkaar gehusseld. En ja, normaal doe je hier ook nog kruiden bij. Maar omdat ik kruidenroomkaas heb gepakt, hoef je er niet meer extra erbij. Maar anders doe je gewoon peper met gewone roomkaas. Hoe wil ik nog meer zeggen? Verder moet je er ook een heel klein scheutje melk bij doen. En dan straks de inhoud van de aardappel hierbij roeren. En dan dat weer helemaal terug doen in de aardappel. Zoals je ziet, hebben we ze helemaal leeg gehaald. Ze worden wel een beetje slapjes, dus daar moet je even goed op letten. En de inhoud zijn we nou goed aan het mixen. Ja? Film je al? Nou, we doen er dus even extra zooi bij, want het was toch meer dan we dachten. Jam, 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 jam. Nou, je vult gewoon beide kanten een beetje.
En dan plak je ze zo tegen elkaar. En dan heb je een mooie potato. Kan het ook in Nederland? Wow! Kijk hoe perfect hij dat doet. Nou lijkt het net op een egelmonster. Een egelmonster van cheddar en broccoli. Er goed uit. We hebben ze er nou uitgehaald. En nu gaan we ze nog een keertje marineren en dan weer terug in de oven. Ik dacht even wat hier, nog een keer. Kijk, zo doen we dat gewoon. Deze even open haard aanstoken hoor. Door het park lopen zelf. Oké, actief iets doen. Nee, je kunt wel in een poppetje kruipen, zeg maar. Oh. En alles via. Hallo, George. Hoe is het dierendag tot nu toe? Oh, kom maar even lekker in de camera met je neus. Wij zijn weer bij Gerald thuis en we gaan daar lekker slapen. We hebben Love Island gekeken, of ja. Die zondagversie, zeg maar. Maar het is wel echt grappig om te kijken. Veel mensen kijken daar niet, want iedereen heeft dan zoiets van... ja, er gebeurt niks nieuws of zo. Maar je krijgt toch achter de schermen dingen te zien. Daarom is het echt superleuk. Maar goed, ik kan wel weer door blijven lullen. Maar wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen weer.